Dan Sonjo, die heeft buiten uw beeld 1991 gestoten. Vierde. En nu dan Manuel Martinez. Wat was die wereldjeugdkampioen in 1992? Zijn beste prestatie dit jaar. Dus dan krijgt hij het al lastig. Maar hij stoot toch meteen voorbij de 20 meter. En dat is aardig pieken van hem in dit toernooi. En hij loopt er weg alsof het nog maar het begin is. Overigens werd hij niet wereldkampioen in 92, maar tweede. En vervolgens in eigen land, San Sebastian, wel Europese jeugdkampioen. Dat was natuurlijk nog wel aardiger voor hem in 93. Meter 0-2 voor Martinez. En daarmee komt hij op een vierde plaats. 800 meter gaan we weer terug naar de kogelstoters bij Martinez. Belonok is ook weer een stukje vooruitgeschoven net. 20 meter 41. Dus vierde. Nou, dat was hij, dacht ik al. Ja, Stals wordt nu aan de zijkant van de baan gezorgd met wat ijs. Ziet er niet echt verder al te ernstig uit. Liep in de race al hevig te puffen. Enorm te ademen, dat zag je door de wangen. Die enorm bliezen. I'll be back.